ik kan het mantra bijna niet meer horen eigenlijk. Al een jaar lang hoor ik, we hebben goede contacten aan beide zijden van het conflict. We moeten in gesprek blijven. Wat hebben de diplomatieke inspanningen van Nederland en de Europese Unie, wat voor resultaat hebben ze gehad? Als het gaat over het conflict tussen Israël en Hamas en de verschrikkelijke situatie in Gaza. Voorzitter, slechts kleine stapjes. De constatering is dat ondanks alle internationale pogingen waar Nederland dan onderdeel van uitmaakt voor het staakt het vuren soms heel dichtbij leek en dan toch meteen weer van tafel was. Dus de onderhandelingen hebben permanent plaatsgevonden, maar heeft nog niet geleid tot de gewenste uitkomst. Noem eens 3 kleine stapjes. Nou ja. Ja. 2? Nee, maar Nederland geeft nog steeds geld voor humanitaire hulp. En sporadisch bereikt humanitaire hulp toch ook uiteindelijk de Gaza. Maar lang niet op een manier zoals wij willen. Ik heb met de Nederlandse vertegenwoordiger van de VN met betrekking tot Gaza gesproken. Ja, we hadden het eerder even over de woorden. Het was niet wanhoop, maar de heer Bontebal moet me even helpen. Maar dat je machteloosheid. Hè? Was, dacht ik, het woord. Dus ik snap, zou ik bijna zeggen, tegen de heer Klaver, zijn ongeduld over de mantra's. En tegelijkertijd is diplomatie, denk ik, toch de enige kans. Voorzitter, ik probeer korte vragen te stellen om het debat te versnellen. Korte vragen kunnen volgens mij ook korte antwoorden komen. Ik heb hier niet gezegd dat we geen diplomatie zouden moeten inzetten. Mijn vraag was, wat is de benadering tot nu toe geweest? Wat is het effect daarvan? En het effect is precies 0 geweest. Meer dan 40.000 doden in Gaza. Dat is niks geen proportionele reactie van Israël. Dat gaat alle perken, maar dan ook echt alle perken te buiten. En daarom wil ik gewoon van deze minister-president horen dat hij morgen op die Europese Raad erop aandringt dat het associatieverdrag met Israël, dat we dat moeten opschorten. En dat is namelijk met een reden. Ik geloof in diplomatie. Maar diplomatie is niet alleen maar dingen aardig vragen. Als de tegenpartij niet luistert, moet je ook bereid zijn om het machtsmiddel dat je hebt in te zetten om uiteindelijk dat gesprek af te dwingen. Want Israël luistert niet naar Nederland. Israël luistert niet naar de Europese Unie. Israël luistert op dit moment naar niemand. En weet u hoe het komt, voorzitter? Omdat ze weten dat we niet durven door te pakken als het er echt op aankomt. Dus is de minister-president bereid om een volgende stap te zetten in deze diplomatieke betrekkingen? En wat mij betreft is het opschorten van zo'n associatieverdrag een volgende stap in het diplomatieke verkeer met Israël. Voorzitter, ik heb eerder aangegeven dat wat betreft Nederland de versprekingen juist wel zouden moeten plaatsvinden onder dit voorzitterschap. Daarmee heb ik impliciet antwoord gegeven op de vraag van de heer Klaver. U bent door uw interrupties, meneer Klaver. Slecht nieuws. Voorzitter, het spijt me. Ik begrijp het, maar ik stel echt hele korte vragen. Ja, maar op dit punt. Even kort nog 1 keer. Nee, zeker. Ik stel kort vragen en ik krijg gewoon geen antwoord op mijn vraag. De vraag was, bent u bereid om ervoor te pleiten dat het associatieverdrag opgeschort moet worden? En mijn antwoord is dat ik juist eerder zei op vragen van de heer Bontebal, dacht ik, of van de heer, nou, daar wil ik even vanaf zijn. Maar dat wij juist aandringen dat het eerste gesprek juist wel gaat plaatsvinden. De heer Seder, dat zag ik als eerste. Dacht ik dat ik de heer Seder als eerste zag? Het woord is aan de heer Seder. Voorzitter, u bent de baas. Omdat u naar de volgende blok gaat, nog even een vraag. Er is Giro 5 en 5 geopend en zoals we weten loopt dat niet...